Het PNM Hoes wordt mede mogelijk gemaakt door Doc6 Theater, Jumbo Panningen, Hoera Kindercentra, Vorkmeer, Lenzenadvies, De Frisfabriek en Hendricks Plantencentrum. Drie koningen. Oké, had je een dubbelrol, zoals ze het noemen. Hey. En moest je dan tussen de rollen door eventjes om gaan kleden of zo? Eigenlijk niet. Nee? Oh, dat kon in dezelfde rol? Ja. Oh, en veel geoefend neem ik aan? Ja, ik extra veel geoefend. Ja, hoezo? Ik heb haar keer op eigen... Ik woon in de paar 24. Ja. De eerste keer ben je aan Poncier. Oké, okay. Dat kan ik me voorstellen. En jouw buurvrouw, kom ook gerust even bij de microfoon staan. Oh, ja. Ik heb ook met kaspel gespeeld. Ja? Een tienerij en een hos. En wat was jouw rol in het kerstspel? Een hos en ik heb de engel gespeeld. De engel? Ja. Oh, dat lijkt me een mooie rol. Dat was heel leuk, ja. En mocht je er zelf kiezen? Ja, mocht je zelf kiezen, ja. In een rol. Oké, en waarom wilde jij graag de engel zijn? De engel van zo'n vleugeltje, zo. Ja. Oh, fladder de fladder. Ja, oh, dat is al. En mag je nou morgen of overmorgen nog een keer optreden als engel? Ja. Ja? Dat klopt ook, ja. Die speelt altijd zo'n engel, ja. Ja, ja. Ja. Oh, dat lijkt me fijn. Ja, ik woon in Larenberg voor 28. Ja? Ja. Imke, Marcel, Olof, Mark en Debbie Sanders. Oké, met een hele groep, ja. Jazeker, ja. En jouw buurman. Mag ik de buurman ook even uitnodigen? Dankjewel. Ja, jij ook hartstikke bedankt. Hey, hallo. Hey. Hoe heet jij? Ja, ik heet Olaf. Olaf, goedemorgen. Goedemorgen, ik woon op de Panningen in de Laatberg of 28. Ja. En heb je ook meegedaan aan de kerstspel? Ja, zeker. Ik ben in de rol in de eerste periode. Als een god. Als een god? Hey! Dus als wij dan ooit een beestje groetje bidden, dan komen we bij jou uit. De god, die heel belangrijk is. Ja, ja. Dat staat op de brieven stond. Ja. Dat is belangrijk van de doofbaan en blinde vrouw was ingespeeld. Zal ik even aanvullen, God? Ja, ja graag. Want God had een harem aan engelen bij zich. Hè? Ja. En schreef op een briefje wat ronddwarrelde. Degene die dit leest, mag zich iets wensen wat hij het allerliefste wenst. Oh. En dat vertelt Olaf. En toen kwam er een blinde vrouw en een dove man. Ja, je snapt natuurlijk wel, een blinde vrouw kan niet lezen. En een dove man wel. Dus die dove man die kon weer horen, hè, God. En die zwervers die er waren, wat wenste die zich? En is er een zwerver die gaat. De zwervers begonnen weer slapen. Ja. En na slapen, dus in de brieven staan en gaan lezen. En dan, als hij leest, die gaat dan een papier kapot maken. Ja. Oh. En dan gooien ze dat in een prullenbak en dan zien ze daar drie kronen liggen, net zoals die meneer daarop heeft, Twan Nissen. Ja. Oh, Twan, ja. En, oh, hier, Stef heeft ook zo'n kroon nog. Ja, en daar zit ook nog allemaal eten in die prullenbak. Dus ze zijn en rijk en ze hebben te eten. Oh. En dan dan is het de metamorfose in de drie koningen. En ze zijn allemaal in het wit gekleed. Dus dat is dan die dubbelrol wat net uitgelegd werd, snap je? Van zwerver werden ze een koning. De dove man die kon weer horen. En de blinde vrouw, ja, die moest geholpen worden natuurlijk door de engelen. En die werd eigenlijk als het ware, hoe noemen wij dat? Wat deden die engelen bij die vrouw? Kun je het voordoen? Kan iemand het voordoen? Oh ja, laat eens zien. Bij Nicole? Wat deed je bij Nicole? Daar komt een engel, zie je dat? Oh, een beetje, zie je daar, die vingers? Ja, hoe noem je dat? De vingers, en dan gaan een paar zonnebrillen op. Magnetiseren of hypnotiseren of
te spiegelen. Ja, dat werd ook nog gedaan. Ik denk dat als ik een spiegel heb, dan spiegel ik dat de blinde vrouw hypnotiseert. Ja, Twan, mag ik je ook even uitnodigen? Kom ook even bij de microfoon als je wil. Ah, fijn dat je er bent, man. Jij ook met de kroon op. Dus jij was ook een koning, begrijp ik, in het stuk. Ja, dat klopt. En welke koning speelde jij? Je hebt eerst God gespeeld en dan ben ik de dove man. Oh, de dove man. Oeh, maar je kunt mij nou gelukkig goed horen. Mm. Maar is het dan moeilijk om in een toneelstuk dan ineens doof te moeten zijn? Ja. Dat kan ik me voorstellen. Hoe oefen je zoiets? Dat is een beetje simpel dat het lijkt. Ja. Ja, ja. Ik denk dat het vanzelf komt. Oh, gaat het vanzelf bij jou? Jij bent een natuurtalent. Ja. Snoeren. Hey, dat is fijn. Goh. Dat zal wel een regie zijn die het allemaal uitgezocht heeft. Wie welke rol mag spelen en zo. Ja. Stef, wil jij ook nog even erbij komen, man? Kom er gerust even bij. En wat doe jij in het toneelstuk? Nou, ik doe als engel. Ja. Maar dat is juist heel leuk. Want ja. Eigenlijk vind ik altijd een engel is eigenlijk een vrouw. Ja. Of een dame. Ja. Maar het is leuk, want wij... Het toneelstuk hier, wat wij met kerst gespeeld hebben, vind ik niet kloppen, maar dat is juist leuk. Grappig en interessant. Heel grappig denk ik, daardoor, dus dat maakt het wel heel leuk. Maar waarom klopte het dan niet helemaal? Nou, omdat wij niet, we hebben geen os, geen ezel. Oh. Dus dat is het grappige, want ze hebben het zelf gemaakt. Ja. Ze hebben het zelf helemaal het is verzonnen, het stuk. Oké. Okay. Ja, dat zal niet makkelijk zijn als jullie naar Horst moesten of naar Tienraaien en dan een kameel meenemen. Dat valt niet mee, hè? Ja. Hé, dan moet je met de trailer gaan en de kameel ook meenemen. Maar schapen en dergelijke. Ja, dat is grappig, ja. Was het fijn geweest, man? Wat zei je? Was het fijn geweest, het optreden? Het toneelstuk? Ja, het was de uitvoering. Ja. Oh, ja, ik ben alleen maar in Horst geweest. Ja. Maar dat was zo leuk en we deden het voor de KBO. KBO, oké. Okay. Ik weet niet precies om hoeveel mensen, maar het was wel... Oh, lekker volle zaal. 300 hoor ik. 300, alsjeblieft. Dat is heel leuk, ja. Jouw buurman, mag ik je ook even vragen om bij de microfoon te komen? Kom er maar bij en praat maar even in dat ding. Hoe heet jij? Jan. Jan, heb je ook meegedaan aan het toneelstuk? Ja. En wat was jouw rol? Ik moet de polis... Oké. Okay. Ja. Was goed gegaan? Ja. Leuk? Ja, leuk. En hoe lang hebben jullie geoefend? Kerstmis. En dat je elke week even oefent? Of misschien wel 2 dagen in de week? Of 3 dagen in de week? Ja. Ja. Dat zal ook nodig zijn voor zo'n lang toneelstuk, hè? Dat iedereen zijn rol goed kent. Ja. En nou, dus morgen of overmorgen nog een paar keertjes optreden? Ja, dat is heel goed, ja. Ja? Oh, wat fijn. En dan nog een kerstdiner waarschijnlijk? Toch lekker smullen, nog? Misschien wel oogbol of havenflappen of zo. Is er nog iemand die even iets wil zeggen bij de microfoon, jongens? Ja. Ja, kom er maar even bij als je wil. Hartstikke fijn. Stel je even voor, hoe heet je? Ik ben Tessa. Tessa, goedemorgen. Goedemorgen. En fijn dat je er bent hier in Doc 6 bij Omroep PNM. Ja. Een mooie kersttrui aan, zie ik. Ja, klopt, ja. Hartstikke fijn in de kerst hebben, ja. Ja, en ik heb inderdaad de zingende kerstengel gespeeld. Ja. En was het goed gegaan? Ja, heel goed. Welk liedje had je gezongen? Hou vol, hou vast. Oké, ja, die kennen we wel, ja. Ja. En helemaal alleen of met z'n tweeën, z'n drieën, gezellig met de groep? Ja, in het begin, want toen hij we ook een keer... Hij had dan een beetje zo alleen aan gezongen. Ja. En toen is Jan dan had erbij gekomen om samen ook te dansen. Oké. Ja, dat gaat fijner. Het is gezelliger met z'n tweeën of z'n drieën en zo dansen, hè? Ja. Oh, en ik zie in jouw gezicht het goed bevallen. Ja, ik zing ook graag. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er wordt altijd blij en vrolijk van en zo, hè? Ja. Ja. Ben je ook zo'n natuurtalent? Als jij een liedje op de radio hoort, dan zing je heel makkelijk mee? Ja, niet altijd, maar gewoon op mijn eigen appartement wel eens. Ja. Wat is jouw favoriete liedje? Heb je dan favoriete kerstplaten of zo? Ja.
van Mariah Carey of van Wham of noem maar iets. Ja. Of van Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk vooral een beetje van de Nederlandse de muziek. Want, ik ken op zich wel Engels wel zingen. Uh-huh. Maar ik verstond het dan niet echt altijd, maar wel Nederlands. Ja. Oh, hartstikke fijn. Mag ik jouw buurvrouw ook nog even vragen? Wil je ook nog even bij de microfoon komen als je wil? Ja, of kom er maar even bij staan. Dan praten we even samen. Dat maakt niet uit. Wil je even voorstellen? Goedemorgen, hoe heet jij? Ik ben Ilona. Ilona, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoi. Ja. En heb je ook meegespeeld in het toneelstuk? Zal ze even aan even uit te lachen? Ja, ik zal het even uitleggen. Ja. Ilona die kon niet afgelopen week. En, maar alle andere jaren heeft ze wel meegespeeld. Wel meegedaan. En dan was ze meestal de engel die bij God bleef. Ja. Want God kon niet alleen blijven in de hemel. Op een gegeven moment gaan alle engelen naar de aarde. Die gaan zich vermengen in het publiek. Die gaan met elkaar spiegelen. Dus dan gaan ze precies hetzelfde doen. Ja. Ja, en Ilona die hield God dan gezelschap. Ja. Oh, wat fijn. Dus, ja, dan is God ook niet zo alleen, Ilona. Nee, dat is hartstikke fijn. Dat was jouw rol, hè? Ah, en God... volgende keer ook weer. God wordt altijd omringd. Ik ben een vrouw. Hoe kan mij overgenomen? Ja, ze mogen vaker wisselen van rol. Ja. En, want die blinde vrouw die is natuurlijk heel geliefd. Dat snap je natuurlijk wel. Hè? Ja. Om dat te mogen spelen. Ah. Dat is echt een... Toprol. Dat is een toprol. Iedereen eruit. Toprol. Oh, maar daar kijken we wel naar uit. Natuurlijk. Wat leuk dat je iedereen vraagt. Ja, is er nog iemand? Want daar staan ook nog twee mensen. Drie zelfs. Die wil ik ook even vragen om nog bij de microfoon te komen. Ja, wie is er nog niet in de beurt geweest? Kom er maar even bij als je wil. Ja, hey, goedemorgen. Stel je even voor als je wil. Hoe heet jij? Ik ben Nicole van Leer. Nicole, hartstikke fijn dat je vandaag ook weer bij ons in de studio bent, hier bij Doc 6. Ja, bij Doc 6, ja. Ja, hoe is het met jou? Oh, mij gaat alles perfect goed. Ja, en kijk je dan uit naar kerstmis? Ja, kerstmis wel. Vind ik fijn, hè? Om kerstspel te doen. Ja, ook daar. Hoe vieren jullie samen kerstmis? Met de vrouw. Ja, met de zonnebril. Ja. Hoe vier jij kerstmis? Of met de groep, hoe vier je het? Zeg maar de kerstboom of samen eten of samen liedjes zingen of zo? Zingen, denk ik. Ja? Ja? Zijn er al plannen gemaakt? Ja. Ja? Een Engels nummer. Engels nummer? Ja. Weet iemand hoe het Engelse nummer heet? Ja. Hoe heet het? Zeg jij het nou, want wij hebben, dus het is niet speciaal een kerstnummer. Het is wel een nummer wat past. Helemaal van toepassing is op ons stuk. Want op het moment dat die zwervers in Drie Koningen veranderen, horen we het lied van Chris Rea, Julia. Ah, Julia. Heb je dat? Ik zal hem eens opzoeken of we hem hebben, want ik heb vorige uur al wel die andere gedraaid. Driving Home for Christmas. Ja. Maar dit is ook gewoon een hartstikke mooi... Ja, dat vond ik altijd zo'n mooi liedje, dus dat doen we dan ook eventjes. Ja, en jouw buurvrouw, mag ik jou de buurvrouw nog even vragen? Kom je ook even in de microfoon staan, alsjeblieft? Vinden we gezellig, hè? Kom dan even bij staan, als je wil. Ja. Kom dan even bij staan. Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heet Jamie. Jamie, hartstikke fijn dat je er bent. Ja. En ook zin in de kerst. Ja, ik heb zin in de kerst. En waar heb je vooral zo'n zin in? Om samen liedjes te zingen? Samen bij elkaar zijn. Dat is het fijnste, hè? Ja. Want we horen ooit van mensen die in een eentje kerst moeten vieren en er is eigenlijk toch niks aan. Ja. Hebben jullie samen de kerstboom al gezet? Een kerstboom. De boom. En ook een stal erbij? Nee, niet stal. Geen stal dit jaar? Nee. Oh, hoe kan dat dan? Ik heb alle jaar geen stal gehad. Nee, geen stal gehad? Oh. Nee. Oh, dat komt dan misschien nog een keer. Dan moet ook iedereen tijd hebben. De koning moet de tijd hebben. Maar een kerstboom is ook leuk of niet per se stellen zijn. Nee, dat klopt. Het gaat eigenlijk om de kerstboom, hè? Ja. En samen mee opgetuigd, de ballen erin, de slingers erin, de lampjes erin, noem maar op. Ja. Ja? Ja. En hangt die lekker vol? Ja, hangt vol. Dat de takken zeg maar zo krom gaan hangen. Zo vol dat de takken krom gaan hangen. Nee, dat niet. Nee. En welke kleur is er het meeste bij jullie in de boom? Blauw of groen of rood? Een verschillende kleur. Oké. Lekkere dolle boel. Heleboel verschillende regenboogkleuren. Ja. Oh,
fijn. Ja. Ik kijk er naar uit, ja. Ja. En volgens mij is er nog iemand die graag even bij de microfoon wil komen. Stap maar even naar voren, kom maar bij de microfoon. Dan wil je jou ook even zien, want we filmen dat ook. Hè. We zijn nou gewoon op televisie. Ja. Kom maar bij de microfoon. Op televisie, ja. Ja, stel je even voor. Ik ben Gaia Graber. Ja. Ik ben 27 jaar. Ah. En ik ben geboren in Gouda. Gouda, oh, dan ben je een stuk van huis. Ja, ja. Hartstikke fijn dat je bent. Dank je wel. En een mooie kerstmutsel met knipperende lampjes. Ja. Vanmorgen aangezet en op derde kerstdag zet je hem eruit. Ja, altijd. Zit er een batterijtje in of hoe werkt dat? Ja, er zitten batterijen erin. Dat heeft mijn vader ingezet. Oh, is die zo handig dat je dat kan? Ja, dat kan. Ja. Of heb je hem helemaal zelf gemaakt? Dat is niet van... zelf gemaakt. Ah, ja. En jij had ook meegedaan aan de kerststuk? Ja, klopt, ja. En wat was jouw rol? Dat is een hele goede vraag. Ja, dankjewel. Mijn rol is een zwerver. Zwerver. En de andere was de koning. Ook weer een koning, een dubbelrol dus weer. God, dat lijkt me maar toch goed. Maar ik ben wel dakloos. Ja, maar niet in het echt, hè? Ja, niet echt. Maar in het toneel is wel. Is dat nou erg, dakloos zijn? Dakloos zijn... is niet zo erg. Nee, valt wel mee? Nee. Valt wel mee. En gelukkig als je daarna weer lekker naar jullie huis kunnen. Ja. Dan wordt het lekker warm en ze samen kerst vieren. Ja. Gosje, mijn. Ja. Hartstikke. Ja? Ja. En binnenkort. Binnenkort is mijn oom jarig. Hé. Hey. Mijn oom Richard. Ja. Hoe oud was hij? Dat is een hele goede vraag. Hij wordt 58. 58? Ja. Oh, oké, dan gaan jullie lekker naartoe. Fly eten en zo. Want mijn oom die gaat met zijn eigen familie naar ergens naartoe. Ja, oké. Zo gaan ze het vieren, de verjaardag. Ja. Oh, hartstikke mooi. Ik ga weer even naar de andere kant van de tafel. Mag ik je... Volgens mij, is iedereen aan bod geweest? Is alles gezegd wat we graag willen zeggen? Ron misschien nog even. Ron. Gaat het niet door, hè? Ron, kom er gewoon even bij, man. Hartstikke fijn dat je er ook bent. Hallo. Goedemorgen. Wat is jouw taak in dit geheel, Ron? Nou, ik was bij deze uitvoering het briefje. Het briefje? Oh. Het speakbriefje. Nee. Ik zorg dat het briefje bij de godlanden en bij de zwerverslanden en bij de dove man en vrouw. Zodat het toneelstuk lekker door kon gaan. Juist. Okay. Verder ben ik gewoon het mannetje van alles. Ah. De vrijwilliger. Maar dat zijn belangrijke mensen, mannetjes en alles. Want het is ook hier bij de omroep waar we hier 3 dagen aan het doen zijn. Er zijn er een paar mensen op het beeld. Maar op de achtergrond hebben we een regiekamer. En mensen zijn op locatie, jawel. Dat zijn rollen die niet te onderschatten zijn. Nee, maar ik doe het ontzettend graag. Dat wil ik vragen. Haal je daar jouw energie uit de waardering die je krijgt? Ja, sowieso. Ja. Ik voel me heel gewaardeerd. Dus, ja. Gaat er veel tijd in zitten? Nou, dat bepaal je eigenlijk zelf. Oké. Okay. Dus maar... dat kost me eigenlijk geen tijd en geen moeite. Dus dan tijd is bij mij geen... Geen issue. Nee. Dan maakt het allemaal niet uit. Nee. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Want er was natuurlijk ook iemand chauffeur. Of wel 2 mensen zijn er chauffeur. Ik weet het niet. Of een bus. Ja. Ja. Wil je nog even iets toevoegen aan het verhaal? Nou, dat we ontzettend blij zijn dat we met Bonjour hier in dit prachtige gasthuis elke week mogen repeteren. Ja. En ook... Wat zeg je? Dit gasthuis. Och, ik zeg het gasthuis. Och, wat stom. Oh, maar dat begrijp ik Toch 6, ja. Dan komt dat mijn horst geweest zijn. Ja, ja, natuurlijk. Toch tijd dat ik vervangen word. Maar, doe even normaal. Nou, want je zit hier in het Mekka, hè. Dat is voor jullie natuurlijk ook prachtig. Wat is dat hier mooi. We hebben hier ook wel eens op de bühne gestaan. Want we hebben ook een stuk over 2 homoseksuele koningen. Okay. Dus we gaan ook echt... De moderne tijd gaan we mee met Vissenkind. En we zijn blij dat we dit mogen doen op donderdag. En we geven veel workshops aan scholen. Ja. Dus we zien met elkaar Hulbli. Nou, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken dat jullie hier gekomen zijn. Ja, hartstikke fijn. Nou, wil Tessa toch graag nog even iets doneren. Okay, wij hebben een klein bedrag gekregen, maar wij willen daar aan jullie goede doel, speelgoedbank. Ja.
willen we iets doneren. En dik bedankt voor die leuke interview. Dankjewel, graag gedaan. Ja, Tessa, wil je er nog even bij? Oh, dankjewel. Dankjewel. Ik ben jaar geweest. Jij? Ik ben 60. Tessa, komt er... Tessa, komt erbij. Jij hebt een donatie. Goh, ik ben heel benieuwd. Kom, wil je gewoon even bij de microfoon komen staan? Ja, is goed. Ik vind het fantastisch, Tessa, wat jullie verzameld hebben. Weet je hoeveel het is? Vijf... Dat was leuk, hè? Hoeveel is het? 25 euro. 25 euro. Hey, zullen we daar eens even verklappen? Dankjewel. Want wij hebben hieronder een box staan, maar ik neem het gewoon eventjes symbolisch van jullie aan. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 euro. Dankjewel. En dan hebben wij hieronder hebben wij een soort brievenbus staan. Die heb je misschien wel gezien, die gele. Ja. En daar staat ook al iemand bij, die kan je eventueel even helpen. Daar mag je die zo meteen in doen. Helemaal prima. En dan zoek ik die Julia-plaat nog even op van Chris Rie. Die heb ik overigens al gevonden. Dan draaien we die ook even meteen voor jullie. Helemaal prima. En hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. Hè? Graag gedaan. Ja, daar komt hij al.